Ik wil echt even terug naar echt een heel serieus punt. En dat is de motie die de Kamer heeft aangenomen. En dan gaan we even niet met elkaar, want daar gaan we, komen we in wel eens niet is wat er kan op het ZVW-deel. Ik wil het over die overige 60% hebben. Daarvan schrijft het kabinet, we gaan met de Kamer bezien hoe we dat gaan betalen. Nou, ik heb nieuws voor u. Dat heeft de Kamer al bezien. Er is een motie aangenomen, er zit geen woord Spaans bij. De budgettaire dekking te vinden in de verhoging van de vennootschapsbelasting. En het kabinet doet dat niet. Ook niet op het deel waar geen enkele discussie over is dat het wel kan. Waarom niet? De minister-president. Voorzitter, omdat het ons verstandig lijkt dat ook te bekijken in het bredere geheel van dit debat. Er is gisteren heel veel gezegd natuurlijk over aanpassingen die mogelijk moeten plaatsvinden aan de begroting op allerlei terreinen. Ik ga daar nu niet op reflecteren, want er liggen geen concrete voorstellen. Anders dan heel veel gedachten die ik gisteren gehoord heb. Dus ik ga daar pas op reageren als die moties er liggen of amendementen er zouden liggen. Maar ik denk in dat licht bezien dat het verstandig is om dat opnieuw te wegen in de loop van deze dag of wellicht ook zelfs de komende weken. Voorzitter. Heer Klaver. Dit mag de Kamer echt niet accepteren. Er staat hier een demissionair premier. De Kamer vraagt om de vennootschapsbelasting te verhogen. En hij zegt hier eigenlijk nu tegen de Tweede Kamer, ik vind het echt bijna een schoffering. Nou ja, misschien is het niet zo heel verstandig. We moeten het even in een bredere afweging zien. Die bredere afweging is gemaakt door de Tweede Kamer. Wij gaan daarover. En daarom wil ik gewoon nu de toezegging van de premier dat er alsnog een nieuwe brief komt en een aanpassing waarin hij aangeeft dat die vennootschapsbelasting omhoog gaat. De minister-president. Ja, voorzitter, uiteindelijk gaat de Kamer daar natuurlijk over. Maar ik vind het verstandig in het licht van het debat wat hier plaatsvindt om dan ook vandaag te kijken wat de verschillende opvattingen erover zijn. Misschien ook de komende dagen. Dus er is helemaal geen reden voor deze wat geagiteerde toon, meen ik, zeg ik tegen de heer Klaver. Wij proberen gewoon in alle rust en redelijkheid dit tot een goed einde te brengen. En die dekking die de heer Klaver noemt is heel mogelijk. Maar ik denk dat het verstandig is in het licht van de bredere discussie om er nog eens even goed naar te kijken. Volgens mij is er niets op tegen. En uiteindelijk beslist de Kamer altijd. De regering heeft nog nooit zijn handtekening geweigerd onder een begroting. Beslist de Kamer hoe wij dingen financieren. Ja. De heer Klaver tot slot. Volgens mij is deze badinerende toon niet helemaal nodig. De Kamer heeft namelijk al besloten. En de premier die doet hier alsof de Kamer daar nog over moet nadenken. Alsof ze misschien nog even in een breder perspectief moet zien. Dat is niet het geval. U bent demissionair. U vergeet dat graag. U vindt dat ook heel fijn eigenlijk om demissionair te zijn, zegt u dan. Want dan heb ik minder last van de Kamer. De Kamer heeft hier doorgepakt. Ik ben echt trots op wat de ChristenUnie heeft gedaan samen met de collega's van de SP. Voor het eerst laten zien dat die coalitie er niet meer is. En kijk eens wat we dan voor elkaar kunnen krijgen voor Nederland. En dan heeft u gewoon dit verzoek uit te voeren. Niks, geen nog meer overleg. Er is een motie aangenomen. Als u dit niet doet, waarom zouden we dan in vredesnaam dan met elkaar hier nog voorstellen indienen? Ik vraag u nogmaals, en ik denk dat u er goed aan doet, door hier nu, niet straks, niet morgen, niet overmorgen, maar nu toe te zeggen, u heeft helemaal gelijk, we gaan die vennootschapsbelasting verhogen.